Nou, ik ben Robin Davies. Ik ben verpleegkundige bij het vakteam van Youth in Rotterdam. Tevens ben ik teamcoördinator. Ik werk daar inmiddels 4 jaar. Ik begeleid jongeren in de leeftijd van 12 tot 23 jaar. Ja, wij behandelen psychiatrie in de brede zin. Dus wij zien jongeren met beginnende schizofrenie. Jongeren met autisme, eetstoornissen, depressies. Angstproblematiek. Waar andere organisaties stoppen, daar gaan wij door. Bij je vak is het zo dat op het moment dat je niet komt, dan gaan we bij je thuis kijken waarom je niet komt. Dus wij stoppen niet zomaar. Wat voor mij altijd het belangrijkste is dat je een jongere weer vertrouwen kan geven in de zorg. Een van de dingen is dat hulpverlening altijd wel een beetje spannend is voor jongeren. En ik denk dat daar mijn sterkste punt ligt, is dat ik vooral met humor of een grapje contact probeer te maken met jongeren. Voor mij hoeft het niet altijd zo serieus te zijn. En ik denk dat dat maakt dat jongeren wat toegankelijker worden en dat je uiteindelijk ook wel 3 minuten ijs kan breken. Waar andere organisaties stoppen, daar gaan wij door.